De Nederlandse melkveehouderij is van oudsher een grondgebonden sector, waar koeien in de wei bij het karakteristieke cultuurlandschap horen. De afgelopen jaren hebben veel melkveehouders geïnvesteerd in meer koeien en minder in grond. Daardoor moet er meer voer van verder weg komen en meer mest worden afgevoerd. Een grondgebonden melkveehouderij vormt de basis voor een toekomstgerichte duurzame zuivelsector, gebaseerd op lokale kringlopen. Hoe zou een grondgebonden melkveehouderij er in 2040 uit moeten zien? Gras is de basis van het rantsoen van de koe. Alle ruwvoer komt van eigen grond of uit de directe omgeving. Rest- en bijproducten komen vooral uit Nederland. Aanvullend eiwitrijk krachtvoer is nog maar beperkt nodig en komt alleen uit Europa. Elke melkveehouder kan zijn mest probleemloos kwijt op zijn eigen bedrijf of in de buurt. Om dit streefbeeld binnen één generatie te verwezenlijken, moeten in 2025 al belangrijke stappen zijn gezet. De eerste bouwsteen is een hogere zelfvoorzieningsgraad van eiwit in het rantsoen. Minimaal 65% van de eiwitbehoefte komt van eigen grond of uit de buurt. Dit leidt tot meer blijvend grasland en draagt bij aan een betere bodemvruchtbaarheid en meer koolstofopslag in de bodem. De tweede bouwsteen is het realiseren van lokale voer-mestkringlopen. Melkveehouders die op het eigen bedrijf niet voldoende eiwit kunnen produceren, kunnen een buurtcontract aangaan met een collega. Dit contract regelt de ruwvoervoorziening en mestafzet binnen een straal van 20 kilometer. Een melkveehouder kan alleen een buurtcontract afsluiten als hij tenminste 50% van het benodigde ruwvoer op eigen grond teelt. De derde bouwsteen is een huiskavel met gras. Dit faciliteert weidegang en draagt bij aan een aantrekkelijk beeld van de melkveehouderij in het karakteristieke Nederlandse cultuurlandschap. In 2025 geldt een maximum van 10 koeien per hectare huiskavel bewijdbaar gras. De vierde bouwsteen is vermindering van soja en palmproducten in het krachtvoer. Melkveebedrijven halen in 2025 hun eiwit vooral van eigen grond en uit de buurt. De import van buiten Europa dient dan met 2/3 te zijn gedaald ten opzichte van nu. Grondgebondenheid is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om ook in de toekomst als Nederlandse melkveehouderij economisch succesvol te blijven en maatschappelijk gewaardeerd.